De leerkrachten van het binnenland die hebben de mededeling gehad dat hun paasvakantie nu ingaat en dat ze vanaf 18 april dus dan weer naar hun standplaats moeten. En dat heeft er dus voor heel wat commotie gezorgd onder de leerkrachten die vinden dat zij met de paasdagen nog in Paramaribo willen blijven. Het regent nog steeds in het binnenland. Men verwacht dat de gebieden tot mei nog onder water zullen zijn. En wat zij ook zeggen is dat er nog niets voor hun in orde is gebracht. Dus waarom zouden zij nu al moeten vertrekken richting het binnenland? Een ander probleem wat de leerkrachten hebben, en dat is meer van de RKBO en de EBGS-scholen, is dat deze leerkrachten die vanuit het binnenland naar Paramaribo zijn afgereisd, zijn geplaatst op scholen in Paramaribo. Dat gebeurt toch niet met leerkrachten in Paramaribo, wanneer scholen in Paramaribo onder water zijn, dat deze leerkrachten elders worden geplaatst. Dus een aantal zaken waarvoor zij dus aandacht vragen aan het ministerie. En dat is dan ook de reden dat ze vandaag een petitie hebben ingediend waarin zij hun zorgpunten hebben vervat. We zijn gekomen om een petitie in te dienen, omdat we ontevreden zijn, omdat we vinden. We zijn leerkrachten van het binnenland, om daarmee te beginnen. We zijn hier omdat we vanwege wateroverlast zijn we in de stad momenteel. Maar het bestuur heeft besloten dat we vandaag vakantie krijgen, de leerkrachten van het binnenland vandaag vakantie krijgen, om vervolgens 18 april terug te gaan voor de vaartvakantie. En we zijn het niet eens omdat wij ook recht hebben op onze vaartvakantie. En we zijn niet hier omdat we het willen, we zijn hier om noodtoestand. Want we konden daar blijven en doodgaan. Maar dat gaat niet gebeuren, want we hebben ons gezin hier. Dus we zijn hier omdat we in nood zijn. Dan kan je niet verwachten van ons dat we onze vakantie gaan opzeggen. We kunnen niet met onze gezin, familie, het Pasen samen vieren. Nee, dat is toch onmogelijk. Dan ga je daar, dan ga je met andere mensen. Nee, je wilt de warmte van je eigen familie. Oké, dat is één. We zijn onder water gelopen. We hebben nog niemand die ons te woord heeft gestaan. Goed te woord heeft gestaan. Wij zijn uit eigen initiatief naar hier gekomen omdat we vinden van dit kan niet. 10 maanden terug, in mei, hadden we ook al wateroverlast. We hebben heel veel kwijtgeraakt en niemand is naar ons toegekomen om te vragen van waarmee kunnen we jullie helpen. Nee, we moesten dagelijks beelden sturen. Zowel foto's als camerabeelden. We hebben het gedaan. Niemand heeft ons gezegd van oké, we sturen bijvoorbeeld voeding voor jullie. We komen jullie tegemoet met voeding. Niemand heeft het gedaan. Of schoonmaakmiddelen. Ik bijvoorbeeld heb constant last gehad van houtluizen. Houtluizen, ik stond op en er waren alleen maar houtluizen op mijn bed. Ik heb dagenlang staan vechten met houtluizen na de wateroverlast. Momenteel hebben we weer wateroverlast. En niemand die ons eigenlijk goed wordt verricht naar ons toe. Als wij nu niet op onze twee voeten staan en zeggen van nee, we gaan niet terug. Dan gaan we eigenlijk als kleine kinderen terug. Jullie moeten weg. We gaan weer weg. Maar dat willen we niet meer. Het is genoeg geworden. Mag ik even inspringen? Ik heet Dinosa Madela. Ik ben leerkracht van OSAM Pomatapo. Ik werk al 5 jaar daar. Dit is mijn 5e jaar. We werken daar. Maar weet u meneer, we kopen allemaal onze eigen lichtmotor. Dat kan niet. Eigen smeerolie. Een fles smeerolie kost geen 100 SRD. Het kost meer dan 100 SRD. We krijgen maar 2 vaten benzine dat we moeten verdelen. 9 leerkrachten moeten die 2 vaten benzine verdelen. En dat komt op 400 zoveel. En als we allemaal moeten nemen, dan nemen we 40 zoveel. En dan die 40 zoveel liter daar is maar voor 4 tot 5 dagen. Dan raakt het al op. Want je weet de hele avond, je hebt vlees in je vriezer en je wil dat ze moeten bevroren. Maar dat gebeurt niet. De meeste van onze spullen moeten we weggooien. Voedingsmiddelen moeten we weggooien, want die dingen zitten niet goed.
goed in is, dus dan moeten we ze weggooien. En kijk, ik ben voor het eerst ondergelopen. Ik heb het voor het eerst meegemaakt. Meneer, ik zat te huilen in dat huis. U gaat niet geloven. Ik heb 3 uur in de ochtend, ik heb mijn school op 3 uur in de ochtend gebeld. Want toen ik mijn toiletpot openmaakte, zag ik dat het vol met water zat. Heb ik er gebeld van, ik wil plassen, maar ik kan niet gaan urineren. Mijn toiletpot zit vol water. Ze heeft me gezegd, oké, ik ook. Weet je wat, we gaan wachten tot in de ochtend, dan gaan we bellen. Meneer, we hebben gebeld. Weet u wat de mensen ons hebben gezegd? Ze zitten in een vergadering, toch? Na 12 uur gaan we van ze horen. En toen der tijd was dat water al hier. Ik ben met een baby van 10 maanden daar, mijn zoon van 11 jaar. Dan kom je zeggen, we zitten in een vergadering. Na de vergadering gaan we kijken wat voor besluit we hebben genomen. Het is niet fijn. We zijn mensen. Kom met een gebaar naar ons. We zijn al 3 tot 4 weken hier in de stad. En tot nu toe niets van ze. Helemaal niets. Dus jullie hebben ook geen informatie of jullie standplaats ready is gemaakt? Het is helemaal niet ready gemaakt. We weten het. Er zijn mensen daar. Ze sturen een beeldmateriaal voor ons. Er is geen werk gemaakt. Er is geen werk gemaakt van niets, helemaal niets. Zodat die leerkrachten die alles kwijt zijn geraakt, zodat ze een vergoeding krijgen. Want vorig jaar waren ze al onder water gelopen. Ze hebben veel dingen kwijtgeraakt. En ze waren al geweest en ze hadden gevraagd. Niet eens de ene SRD hebben ze gehad. Ze moesten alles zelf bekostigen uit hun zak. En ik weet niet wie, ze hadden iets gehoord van. Daarom kregen die leerkrachten van het binnenland toelagen. Maar ze zeggen we krijgen toelagen. Ze moeten het ook aangeven. Je krijgt toelagen, maar je moet rennen achter je toelagen. En je toelagen stelt bijna niks voor. Je werkt letterlijk nu alleen om je voeding te kopen om naar het binnenland te gaan. Dus voor 3 maanden. Vroeger was binnenland, je kon sparen, maar nu niet. En je krijgt je toelagen niet. Je moet rennen van hier en daar. Je moet gaan tekenen. Dan ga je tekenen. Dan moet je na 4 maanden wachten voordat je je toelagen kreeg. En dat van onze vakantie wordt vervroegd. Het start vandaag voor die leerkrachten van het binnenland. En we gaan niet akkoord. Want we hebben niet gevraagd dat er dingen wateroverlast is ontstaan. Het komt door de natuur. Oké. Dus we moeten vandaag gaat de vakantie in tot 18 april. En dan moeten we daarna vertrekken. Ik althans, deze juffrouw, ik werk op OS Guyaba 1. Ik ga niet vertrekken. Reden waarom? Ik heb geen geld. Ik heb eind van de maand mijn salaris ontvangen. Met mijn salaris moet ik overleven in de stad. Hoeveel dingen ga ik kopen om terug naar mijn standplaats te gaan? En ik neem mijn kinderen mee. Je moet spullen kopen van jezelf. Je moet spullen kopen van je kinderen. Dus laten ze even hun hart op het juiste plek zetten. En kijken van, leerkrachten zijn ook mensen. We zijn mensen. Laten ze wachten totdat de vakantie normaal, hoe onze pasvakantie zou starten. Laat het gewoon doorgaan. Dus we zijn er tegen dat onze vakantie wordt vervroegd. Ja, dus dat. Kunt u even vertellen over de situatie bij u op school en in het dorp? Oké, bij mij daar op school. Onze school is niet onder water gelopen, maar het dorp wel. En daar hadden we overdag ook stroom, want we hebben zonnepanelen. Maar wat er is gaan gebeuren, die zonnepanelen zijn onder water. Dus nu zit Guyaba al 20 dagen zonder stroom. En we hebben ook geen dingen lichtmotor daar op school. Dus wanneer we terug moeten gaan, dan moet je in het dorp gaan. Of dan moet je 5 SRD gaan betalen om je telefoon op te laden. Dus je gaat in het donker zijn. Dus vandaar. Dus ik weet niet, het lijkt alsof die leerkrachten van het binnenland, het lijkt alsof, ik weet niet, we worden niet gewaardeerd. We krijgen de waardering niet. Je laat je woning hier in de stad met alle luxe, alleen om die kinderen te scholen, daar te helpen. En dan worden we niet gewaardeerd. Dus ik weet niet, we moeten eigenlijk, daarom zijn we zijn nu in de stad, we komen op voor onze eigen belangen. We willen die kinderen wel les geven. Want nu gaan ze zeggen van die kinderen raken achter en zo. Dat is mooi en waar, maar kom op. Laten ze ook rekening met ons houden, wij als leerkrachten. U wilt weten welke school het meest getroffen school is.
Oké, waar ik les geef, ik iets heel maar. Waar ik geef les op OS Loka. Mijn school is een van de scholen die als eerst onder water is gelopen. En wij zijn de eerste school die is afgereisd naar de stad, want we konden niet meer daar zijn. Dus de school is elk jaar onder water, elk jaar. Oké, wij vragen niet erom, het is iets van de natuur, toch? Maar ik bedoel van de omgeving, hoe moet ik het zeggen? Dus wateroverlast elk jaar weer meemaken is steeds weer schade, schade, schade. En geloof me, van het jaar was het ergste dat wij hebben meegemaakt. Het was dicht bij de daken. Zo erg was het. Dus voor het vertrek, want het water was al in de woningen toen wij vertrokken, hebben we toch spullen op verhoging gezet, want er zijn flatwoningen en neuters. We hebben toch spullen gezet op verhoging. En we waren niet eens een week in de stad, we zijn 2 afgereisd. We waren niet eens 4 dagen in de stad toen mensen van het gemeenschap ons belden van en, het is erger geworden. Dingen zijn omgekanteld wat wij omhoog hadden gezet. Dus we hebben alles kwijt. Vriezers, deuren zijn opengebroken. Ja, die deuren zijn helemaal opengebroken door die overstroming. Het is verschrikkelijk wat we daar hebben meegemaakt, meneer. Ze zeggen ze zijn, ik weet niet, VP's geweest, maar niet waar we werken. Ik heb VP niet gezien. Hij is per helikopter geweest hoor. Hij is niet uitgestapt. Hij is per helikopter geweest. En president is pas naar Pagua geloof me, pas naar Pagua is hij geweest. Wat voor zin heeft het nog meer? Je gaat pas dat je nadat je zin hebt gehad in bepaalde dingen, dan ga je nu pas. Dat waren we allemaal al dood. Kijk, ze hebben ons ook gebeld van schoolmaterialen drijven allemaal richting Albina. Filekasten met alle materiaal. We moeten helemaal opnieuw beginnen met een materiaal van de school en huishoudelijke spullen. Moeten we allemaal opnieuw beginnen. We moeten alles opnieuw gaan kopen. Is niet te doen in deze Santoki tijd. En hoe is het met het water? Is dat al weggetrokken? Dat water is nog niet opgetrokken. Is nog niet opgetrokken. Annapolu, we leven toch in Santoki Brunswijk tijd? Ja. Dat water is nog niet opgetrokken, dus wij kunnen niet gaan. En geloof me, pas in mei hebben we een wateroverlast. Tot zover ik het weet, want ik werk al 3 jaar daar. En pas in mei hebben we echt wateroverlast. En dit hebben we in februari meegemaakt. Vanaf februari hadden we wateroverlast. Dus pas na mei kunnen we zeggen van wij kunnen afreizen, want wateroverlast is nog niet gekomen bij ons. Het gaat hoger worden. Dus al gaan we nu, we kunnen niet werken. Gaat u op 18 april afreizen? Nee, helemaal niet. En omdat wij ook de eerste school waren die was afgereisd, hadden ze ons gelijk geplaatst op een school per 4 maart. Om te werken, ja. Zonder kleding. Wij moesten voor alles zorgen. Ik ben niet geplaatst. Maar het kan niet. Je komt uit zo'n situatie. Dat plaats je ons op een school in de stad om te werken. Wie helpt die kinderen van ons daar in het Middelland? Niemand. Wanneer scholen hier in de stad onder zijn gelopen, sturen ze geen leerkrachten naar het binnenland. Die leerkrachten blijven hier. Maar wij moeten ons, ze hebben die leerkrachten van Loka op een school geplaatst. Om te werken, niet alleen Loka. Scholen van de EBG, scholen van RK moesten ook geplaatst worden op een school hier in de stad. En dat vinden mijn collega's niet leuk. Want wanneer er iets hier bijvoorbeeld, je hebt ook scholen hier in de stad die onder water lopen. Ze plaatsen die leerkrachten dan niet op een andere school en zo ze zitten thuis. Niet dat we thuis willen zitten. En dat een. Ze hebben gezegd, ze hebben die leerkrachten een verhoging gegeven. Ze moeten duidelijk zijn. Want hoe ik hier zo sta, ik heb het niet gekregen, die 17%. Ik heb het helemaal niet gekregen. Laten ze met duidelijke berichten komen van dames of leerkrachten. De helft krijgt het en de helft krijgt het niet. Want je gaat op je geld bouwen van oké, ik krijg een kleine dingen, verhoging. En je verhoging die je krijgt, misschien kan je een zakkenreiser mee kopen. En eindstand wanneer je je geld gaat ontvangen, zie je van je hebt het niet gehad. Wij zitten op OS Gakaba. Wat is de situatie daar geweest? Omliggende dorpen zijn onder water. Maar wij, onze school zelf, is niet onder water. Maar we zijn die anderen komen steunen.
Want zo hoort het eigenlijk. Dat we naar Paramaribo. Afgereisd, ja. Okay. Er is dus voorlopig geen school daar? We hebben voorlopig geen school, nee. U bent er eens mee om terug te gaan? Nee, we zijn er niet eens mee. Want als we 18 moeten vertrekken, moet je ervan uitgaan dat we daar langer gaan blijven. Het is hooguit 4 maanden dat we moeten blijven. En als we al inkopen en voerages hebben gekocht voor hier in de stad, hebben we geen geld over om te kopen, om mee te nemen. Maar dat begrijpen ze niet. Zij gaan ervan uit wanneer ze ons toelages geven of iets extra geven, dat het genoeg is. Het is helemaal niets. Het stelt helemaal niets voor, want je kan bijna niets ermee kopen. Om uit te komen wanneer we weggaan, heb je minstens tussen de 10.000 en 15.000 nodig om voerage te kopen, om mee te nemen. Krijgen jullie dat als salaris? Helemaal niet. We krijgen niet eens de helft daarvan. Dus we komen los uit. Los van die toelages hoor. Los van die toelages krijgen we helemaal niet de helft van dat. Ze waarderen ons niet, dat is het allemaal. Ze laten ons gewoon daar in het binnenland. Ja, we moeten lesgeven, dus daar gaan we gewoon lesgeven. Dus voor hun is het normaal om ons weg te sturen om les te gaan geven. Zijn ze klaar met ons? Niet eens schoolmaterialen hebben we. We hebben geen krijt. We moeten zuinig zijn met krijt. We moeten twee pijpjes krijgen we per dag. En moeten we het de hele week gebruiken. Hoe? We hebben ook geen schoonmaasters daar. Wij moeten onze eigen lokaal schoonmaken. Dus wij hebben daar eigenlijk 2 banen. Je bent leerkracht en schoonmaaster. Daar. Weet je hoeveel we hebben geklaagd, maar ze sturen geen schoonmaasters voor ons. We hebben niet. Onze erf, als u onze school erf ziet. Wanneer we op het erf gaan, naar vlaggenparade gaan, is er gras tot hier. Daarop wordt er niet gelet en er zijn slangen, daar is gevaarlijk. Dus we moeten verandering brengen, want het is erg.